De mozaïeken op het station in Eindhoven zijn weer in ere hersteld. Dinsdag werd de laatste hand gelegd aan het leggen van die nieuwe oude mozaïeken. Ja, goed weer. Dat was de laatste. Ja, dat is echt de laatste. De mozaïeken zijn nieuw, maar wel precies gemaakt naar hoe ze er vroeger uitzagen hier in het station. Jan Boon heeft de kunstwerken in 1954 gemaakt, samen met Van Ravenstein, de toenmalige architect. Er waren geluiden dat die mozaïeken nog onder de vloer verstopt was, zouden zijn. Nou, die zoektocht heeft niks opgeleverd. En op basis van oude foto's hebben we een reconstructie gemaakt. En die is eigenlijk best wel goed gelukt. Dus we hebben echt weer iets terug kunnen geven aan het station. Maar dat had wel heel wat voeten in aarde. Want er waren alleen een paar oude foto's beschikbaar om de reconstructie van te maken. Maar het resultaat mag er zijn, vinden ook de makers. Dus als je je computerbeeld tot werkelijkheid ziet komen, ja, nou, dat is toch wel erg mooi. En daarnaast hoort het bij het station. Het kunstwerk is zo geëigend aan het station dat, dat is gewoon, dit is de plek. Over een poosje zullen reizigers weer gewoon over de mozaïeken heen lopen, zoals ze dat vroeger ook al deden. En zijn de kunstwerken weer onderdeel van het station. En straks maakt dat onderdeel uit van de totale tunnel, waarin de lichtwand die we daarin hebben opgenomen van noord naar zuid belangrijk wordt. En dat wordt de nieuwe kunst. In combinatie met deze oude herten, vissen en vogels van meneer Boon. De nieuwe stationstunnel, inclusief alle kunstwerken, moet in het eerste deel van volgend jaar helemaal af zijn.